GDF Suez heeft aan de hand van Macondo hebben wij audits uitgevoerd op de twee booreilanden die wij bijna permanent onder contract hebben. En die audits die hielden in dat er werd gekeken naar het equipment van de boorplatformen, naar de safety cases, hoe men werkt, hoe men omgaat met onvoorziene omstandigheden, naar de competentie van de mensen, de procedures die men toepast om te boren en dergelijke. En aan de hand van die audits gebleken dat wij op een heel veilige manier aan het werk waren en aan het werk zijn. En als ik daar een cijfer aan moet geven, dan durf ik daar wel een 9,5 voor te geven. Ik durf te stellen dat de Nederlandse boorindustrie een van de veiligste industrieën is. Die zorgt voor de optimale veiligheid van de medewerkers, van de mensen en voor de bescherming van het milieu. In de praktijk heeft het tot gevolg dat er een verbeterde samenwerking is tussen staatstoezicht, de oliemaatschappijen en de toeleveranciers. Er was al een goede samenwerking, maar dat is toch weer aangescherpt, met name door het Macondo-incident. En daarnaast, men is toch wel weer eens met de neus op de feiten gedrukt. En men realiseert zich dat er overal, waar dan ook, altijd ongelukken kunnen gebeuren. En dat dat ook bij ons kan gebeuren, hoewel in mindere mate dan Macondo. Maar dat men toch altijd waakzaam moet zijn en alert om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En ervoor moet zorgen om zo veilig mogelijk te opereren. Wij hebben vorige week een oefening gehouden in ons kantoor. En dat was een rampenoefening in samenwerking met staatstoezicht, met Rijkswaterstaat. Kustwacht en RBN was daarbij. En we hebben een compleet scenario uitgevoerd die dag, waarbij alle betrokken aanwezig waren. Om met name te kijken hoe dat nu gaat, een dergelijke ramp als zich dat voor zou doen, dat de operator, niet alleen de operator, maar ook overheden zich ervan bewust zijn wat voor actie zij moeten nemen en ook de goede acties kunnen nemen. Ik moet zeggen, het is een zeer nuttige oefening geweest, waarbij iedereen toch nog eens goed geattendeerd werd op wat te doen in geval van dergelijk soort rampen.